Like de video sneller dan dat ik mijn duim omhoog heb. Was ik sneller? Ik heb een vriendschapsverzoek gekregen. Alleen deze is anders dan andere. Hoi, mijn naam is Billy. Wacht, wat? Luister, ik heb een heleboel Roblox avatars gezien. Skins. Ik bedoel, kijk naar mij. Ik ben een watermeloenjongen. En ik een taco-man. Precies. Maar ik heb nog nooit een karakter gezien wat er zo uitziet. Het is heel simpel, alsof ik het heb getekend. Het is letterlijk een stickman. Dit account is vandaag aangemaakt, heeft 0 vrienden, 0 volgers en volgt niemand. Maar heeft mij dus een vriendschapsverzoek gestuurd, wat ik nu heb geaccepteerd. Oké, het is tijd voor... Dankjewel. Dankjewel? Waarvoor? Vraag ik aan Billy. Hij is aan het typen vrienden zijn. Oh ja, natuurlijk. Graag gedaan. En ik sluit de chat. Want dit is een tijdje geleden. En ik ga even mijn privé-server in. Ik durf te wedden dat er updates hebben plaatsgevonden. Die ik totaal ben misgelopen. Waarschijnlijk een nieuw huis. Moet ik dit weer vaker spelen? Reageer dan Brookhaven. Het is zo fijn om een privé-server te hebben. Ik hoef met niemand rekening te houden. Oeh, dit huis is nieuw. Het is zo leuk om een huis opgebouwd te zien worden. Dan kun je al een beetje spieken wat erin is. Wauw, zoveel lampjes. Als allereerst, ja sorry, ik zei toch dat het een tijdje geleden was. En wat hebben we hier? Ah, de garage. Er is ook een prachtige buitenarea. Maar laat me alvast weten, is er ook een geheime kamer? Oeh, nooit vergeten. Ik ben gelijk op een schilderij aan het klikken. Dat is de manier hoe ik meestal een geheime kamer ontgrendelde. Wauw, dit is de grootste badkamer ever. Make-up hoek, badkuip, een spiegel met inloopkast. En ah, kijk, hier hebben we de kluis met Robux. Dit is fantastisch. Maar wat ik het mooiste vind, is hoe het huis er van de buitenkant uitziet. Wacht eens even. Zie ik daar nou iets? Wacht even. Ik kan niet de enige zijn die daar iets zag bewegen bij het raam, toch? Volgens mij was het in deze slaapkamer. Hè? Niemand. Ik hoor een auto. Wacht eens even. Ik zie een auto. Wie is dat nou weer? Ik zit net nog te vertellen hoe blij ik ben dat dit een privé-server is. Waar je dan lekker alleen kunt zijn. En voor je het weet, is er toch ineens iemand binnengedrongen. Wacht eens even. Oh nee. Ik hoop dat die persoon oké is. Het wiel is stuk. Er is brand. Maar waar is de bestuurder? Ik snap het niet. Misschien moet ik even naar de politie. Wacht eens even. Ik heb een sms'je gekregen. Kom naar de arcade. De arcade? Oké, gelukkig ben ik daar in de buurt. Wacht even. Is dat Billy? Billy, wat doe jij daar? Hey Billy, leuk je in het echt te zien. We moeten weg. Weg? Billy, waarom weg? Ik wil het simpel. Simpel? Wat bedoel je daarmee? Hij kijkt om zich heen. Oh, je bedoelt dat Brookhaven ingewikkeld is? Nee joh. Jawel. En te veel. Wacht even. Billy wil dat het simplistischer wordt. Heb ik dat juist? Hij zegt alles weg en is aan het klappen. Alles weg? Maar dat wil ik niet. En waarom zou jij dat willen? Billy? Wat gebeurde er? Hij zegt, til me op. Ja, natuurlijk. Wacht, ik klik op je hand. Wow. Wacht, waar ben ik? Wat is dit? Huh? Er zijn meerdere mensen. Wacht, wat doen jullie hier? Wij wilden Billy helpen. Wacht, jullie ook? Goedendag, wat doe jij hier? Ik was gewoon in Brookhaven. Ik wilde iemand een hand geven. Wacht even, jullie zijn hier allemaal naartoe gestuurd door Billy? Ik kom uit de ruimte. Uit de ruimte? Hoe kom jij hier dan? Oh, oh. En hij is af. Iemand zegt, Job, oh, jij kent mij. Ik ben geabonneerd. Thanks. Maar we zijn zeg maar uit Brookhaven verbannen, dus... Maar toch, dankjewel. Oké, ik ga er vandoor. Ik moet een uitweg vinden. Oeh. Oké, ik ben weer terug. Oh, wacht, Billy heeft me iets gestuurd. Alleen één woord kan ik niet lezen. Puntje, 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 was het beter. Wat was beter? Hij is aan het typen. Hij zegt, het verleden. Is weer aan het typen. Gewoon de grond en lucht. De grond en lucht? Maar dan is Roblox toch niet leuk om te spelen? Dan kun je alleen maar lopen en lopen. Hij is aan het typen en zegt, join mijn spel. Oh ja, inderdaad. Er staat dat hij iets aan het spelen is. Oké, ik heb erop geklikt. Wow, wacht. Billy, wat is dit? Waar zijn we? Achtbaan. Een achtbaan? Maar dat is meer dan niks. Oké, ik denk dat Billy begint te leren. Waar gaat de achtbaan naartoe? Nergens. Het stopt nooit. Wat? Billy, ik begrijp het niet. Billy? Oh, hij gaat er vandoor. Nee, Billy, wacht. Ik weet niet wat hij van plan is. Maar het lijkt erop dat hij Roblox wil terugbrengen. Naar de eerste dagen van toen het bestond. Ik zit vast. En Billy gaat er vandoor. Maar wacht, ik heb een vliegend tapijt. Kom op, kom op. We moeten hem stoppen. Ik denk dat hij Roblox wil terugbrengen naar 15 jaar geleden. Toen alle games van nu nog niet eens bestonden. Oké, ik ga hem proberen te stoppen. Oh, nee. We zijn weer terug in Brookhaven. Maar... waarom is alles zo donker? Ik snap het niet. Billy? Brookhaven weg. Nee, Billy. Billy, luister. Ik weet niet wat je van plan bent.
Maar luister, doe het niet. Hoe lang speel jij Roblox al? Sinds 2006. 2006. Wacht eens even. Wanneer kwam Roblox uit? 1 september 2006. Billy, ben jij de eerste Roblox-speler? Hij schudt ja. En wanneer heb je voor het laatst gespeeld? Sinds je vandaag weer in Brookhaven bent? 2006. Dus je wil zeggen dat Billy Roblox heeft gespeeld op de dag dat het uitkwam. En daarna meer dan 15 jaar niet. Dan heb ik misschien een idee. Jij laat Brookhaven en de rest van Roblox met rust. Als je mij één kans geeft om je te overtuigen dat Roblox fantastisch is nu. Eentje. Één kans. Ja, één kans. Oké, denk na. Hoe kunnen we Billy bewijzen dat Roblox fantastisch is? De arcade. Oké, ik ga iets doen wat misschien wel de hele nacht kan duren. Ik ga deze machine proberen mee te nemen. En ik ga het spel installeren wat ik fantastisch vind om er met Billy naartoe te gaan. 12 uur later. Dat duurde de hele nacht. Maar het is denk ik gelukt. Ik hoop dat Billy er nog is. Ja, hij staat er nog. Hij heeft natuurlijk superveel geduld, want de laatste keer dat hij Roblox speelde, was er niks. Oké, Billy. Opgelet. Kijk, hier gaan wij naartoe. Wat is dat? Hij zegt voor jou. Oké. Nou ja, hij wil mijn kans aannemen, dus dan moeten we zijn cadeautje ook aannemen. Dankjewel. Wat raar, ik heb het helemaal niet in mijn inventory. Waarschijnlijk heb ik het automatisch al opengemaakt. Nou, in ieder geval laten we de machine in. De machine. Wat voor cadeautje heb je me gegeven? Jij bent Billy. Wij zijn Billy. Nee. Oké, hij is inderdaad bezig met zijn plan. Oké, luister. Spring op mijn rug, want nu is het tijd voor mijn plan. Ik zit in... Adopt Me. Daar ben ik al een tijdje niet geweest. Schattige draak. Maar er staan pijltjes naar die kant. Hè, waar is Billy dan? Hij zat achter op mijn rug. Dat wil zeggen dat we hier samen naartoe zijn gereisd. Oké, ik ga hierheen. Wacht eens even. Ben je serieus? Ik moet naar de pizzeria? Ik bedoel, ik zie wel een beetje magertjes. Een pizza gaat er wel in. Ik begrijp niet waarom. Meestal in Adopt Me wordt er gezegd dat ik naar de dierenwinkel moet. Om een huisdier te adopteren. We gaan het checken. Oké, ik ben binnen. En nu? Wacht eens. Billy? Hij is aan het springen. Billy, waarom ben je zo snel? Ik zag een hondje. Ja, natuurlijk. Dit is Adopt Me. Volgens mij werkt het. Maar een hondje, dat is meer dan niks. Ja, oké. Maar hij is schattig. Ja, natuurlijk. Daarom spelen mensen dit spel. Weet je, blijf hier. Ik heb een idee. Ik denk dat hij nog een extra setje nodig heeft. En dan laat hij heel het plan vallen om Brookhaven te verwoesten. En Roblox terug te brengen naar niks. Ik ga een superlekkere pizza voor hem pakken. Niemand zegt nee tegen een pizza. Oké, we leggen de pizza neer. Beetje tomaat, beetje kaas. Weet je wat? We gooien alles bij, behalve ananas. Hou jij van ananas op je pizza? Ja of nee? We gaan dit voor eens en altijd oplossen. Ik ga de reacties lezen. In ieder geval, natuurlijk moet hij nog wel eventjes de oven in. We hoeven hem niet in een doos te doen. We geven hem gewoon regelrecht aan hem. Een pizza. Hij zegt zo lekker. Yes, het is gelukt. Abonneer voor meer en adios.